met Tom en Arno, deel 1 van de slangenbus, busweerder of bestweerster. Telefoon is uit, grote applaus voor de verteller en vooral geniet ervan! Applausje graag! Klap, 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 klap. In het naburige dorp trok een karavaan door de straten met veel lawaai. 12 grote auto's reden achter elkaar en vooraan was er een auto met een grote toeter. Toet, toet. Hoor, je moet wel stil zijn, anders kan ik mij niet concentreren. Oké? Je zei mijn naam, het mag niet. Door de micro sprak een man over een circus dat weldra ging komen naar het dorp en waar iedereen mocht naar komen kijken. De kinderen die het hoorden kwamen naar buiten kijken en alle mensen stonden op straat. Het was een bonte stoet. 3 dagen later stond er op het plein van het dorp een circustent. Maar een kleine circustent. Meestal, als er een circus kwam, waren er grote tenten met grote wagens en wilde dieren. En nu was er een klein tentje. 2 wagens stonden erbij. Ze hadden wat geiten meegebracht en wat schapen. En dat was alles. Zo saai. Er stond 1 karretje. Zijn, er stond 1 karretje met een grote slang opgetekend. De man had ook geroepen dat er speciale prijzen waren die de kinderen konden winnen als ze een lotje kochten. Dus, natuurlijk, wilde iedereen als eerste gaan. En ja hoor, die zaterdagochtend om 11:00 was de eerste voorstelling. En onze vrienden Tom en Arno en Liesje wilden ook gaan. Dit circus had men nog nooit gezien in de buurt. Het was wel een raar circus. Bij de ingang zat er een vrouw, ze leek wel blind. Iedereen moest €20 betalen. Of je nu alleen was, of met 3. Wat een vreemde prijs, dacht Liesje. Met 3 betaal je maar een derde van de €20. En anders als je alleen komt, €20. 1 keer had een man een briefje van €50 gegeven. En had de vrouw gezegd, het is goed, ga maar door. En de man had gezegd, ei, ik moet nog wel €30 terug hebben. Oh ja, natuurlijk. Je bedoelt 20 pakken. Ah nee, sorry. Tom vermoedde echt dat de vrouw blind was. Maar oké. Het circus begon met een raar muziekje. Het leek wel panfluiten die speelden. Pomwatten? Pamfluiten, een soort fluiten die men in Zuid-Amerika maakt. De tent zat vol. Of het tentje zat vol. In het midden kwam er een man in de piste staan die begon te vertellen. Dames en heren, appels en peren, welkom bij de slangenbeet. De man had een baard en het leek wel of die man niet zo goed kon kijken. Hij stapte met een lange witte stok. Hij sprak ook met een rare stem. Hmm. Een beetje een hoge, lage stem zo. Tom en Arno moesten lachen, maar het was helemaal niet om te lachen. In het eerste nummer
is van clown Ricky. Clown Ricky was een klein clowntje. Misschien nog wel een kind. Die allerlei gekke dingen deed. Alleen, echt grappig was het niet. Dus de mensen grinnikten wel, maar hard werd er niet gelachen. Daarna kwam de man met de baard weer en zei, nu komt de belangrijkste act. Louise, de slangenbezweerster. Een vrouw met een stok kwam dichterbij. In het midden stond er een grote... doos. Rode kist. Zij ging zitten. Een kleermaker zit voor de kist. En ze nam haar fluit. Hé, zei Tom. Het lijkt wel op de vrouw die aan de kassa zat. En Liesje herkende ze ook direct. Inderdaad, ja. De vrouw begon te spelen op de fluit. En langzaam ging de kist vanzelf open. Wow. Dat is straf. Toen kwam er ineens een slang uit. De slang danste langzaam naar voren en volgde de achterkant van de fluit. Kijk, het was een cobra-slang, Joren. Ken je dat, een cobra-slang? Ja, die zijn heel bekend. Ja, en gevaarlijk. De vrouw stopte mee spelen, de cobra slang stopte, ze zakte naar beneden en de koffer viel dicht. De vrouw begon weer te spelen en langzaam ging de kist weer open en de slang kwam eruit. Alle kinderen bleven geboeid kijken. Oeh. Ah. Toen de vrouw rond begon te wandelen. Schoof de slang langzaam uit de kist. Maar in plaats van de vrouw te volgen, draaide plots de slang opzij en ging in de richting van het publiek. Kinderen begonnen te gillen. De vrouw begon te spelen, maar door het gegil kon de slang niks meer horen. De slang dook onder de banken. Publiek. Iedereen vluchtte weg. Het was paniek. Weg, ja. Weg, giftige slang, weg! Wat is een slangenbezweerster eigenlijk? Is iemand die aan de hand van muziek precies een slang kan hypnotiseren en helemaal niet bang is van die slang. De vrouw bleef maar blazen, maar ze had duidelijk geen idee waar de slang naartoe was, want ze liep in de verkeerde richting. Ze is blind. Hoe kan dat nu toch? Riep Tom tegen Arno terwijl ze naar buiten vluchtte. Liesje was bij een van de eerste weg. Ze vertrouwde het voor geen meter. Toen ze buiten ver weg aan de fietsen stonden, keek ze naar elkaar. Wat hebben wij nu net meegemaakt? 20 euro betaald aan een vreemde, blinde vrouw die daarna in het circus een slang heeft laten ontsnappen? Auw, wat een slecht circus zeg. Door de paniek hadden een aantal mensen de politie gebeld en ook de brandweer. Dus met loeiende sirene kwamen die aangereden. De politie zette heel de tent af. En er moest gezocht worden naar de slang. De brandweermannen met hun grote zwarte leren jassen en laarzen en broeken waren veilig, want de slang kon niet bijten natuurlijk. De slangenbezweerster was nergens te vinden. Waar is ze naartoe? De commissaris had duidelijk van getuigen gehoord dat de vrouw, maar nee hoor, ze was weg.
Uiteindelijk konden ze de slang vinden. Ze zat verstopt in een rioolpijp achter het circus. Voor de veiligheid werd ze meegenomen naar de dierentuin. En de koning, die had gehoord dat er van alles was gebeurd, vroeg die avond de commissaris om langs te komen. Vertel eens, commissaris, zei de koning. Wat is er nu precies gebeurd? Ik heb gehoord van paniek en slang. En de commissaris legde alles uit. Klopt dat? Vroeg hij aan Tom en Arno. Tom en Arno knikten. Ja, zeiden Tom en Arno. En diezelfde vrouw, die bijna blind was, zat aan de kassa ook. Hoe vreemd is dat? Ja, dat is wel heel erg vreemd. Waar is die vrouw nu? Vroeg de koning. De commissaris knikte van nee. Ze is verdwenen. Verdwenen? Tom en Arno wilden meer weten. En dus, nog voor ze moesten gaan slapen, 's avonds, trokken ze op hun fietsen naar het circus. Ze wilden weten waar de vrouw was. In een van de twee grote wagens zagen ze nog licht branden. Ze zetten hun fietsen achter een bosje en slopen dichterbij, tot bij het raam. Ze hoorden een gesprek van een man en een vrouw. Hier is het ook al mislukt. Ik heb je toch gezegd, hoe kan je nu als blinde een slang bezweren? Een man sprak tegen een vrouw. Toen sprak de vrouw. Ik heb jaren ervaring, zei de vrouw. Ik weet wat ik doe. Eén slecht oog wil toch niet zeggen dat ik blind ben? Ach, vrouw, zei de man, je bent blind. Geef het nu toch eens toe. Waar is mijn slang? Ga haar dan zoeken. Dat was een belediging natuurlijk voor iemand die zo bijna blind was. Alsjeblieft, schat, zei de vrouw. Help me. Je bent te laat. De politie heeft haar gevonden en ze is weggevoerd. Wat, Annabel, weg? Ja. Dan hebben we geen act meer. Ik vrees het. Geef het toch toe. Het heeft geen zin meer. We hebben toch wel veel geld verdiend. Ja, dat is waar. Veel geld. Die domme dorpelingen. 20 euro. Ze hadden die dag bijna 600 euro verdiend. Wow. Daar konden ze weer wat verder mee. We zoeken wel een nieuwe Annabel. Die kost half van dat 600 euro. Tom en Arno hoorden alles. Het zijn bedriegers, fluisterden ze. Toen hoorden ze gerommel. En nog voor ze weg konden duiken, stond er plots een kleine man achter hun. Maar was het de baas van de circus? Het was de man die de kloon had gespeeld. Hij was in echt veel ouder dan hij leek in het circus. Wat doen jullie hier? Kom maar mee, kom! Hij pakte de twee kinderen vast met hun handen. Die probeerden los te wringen, maar blijkbaar was die man heel erg sterk. Hij wist op een heel snelle manier rond te draaien, waardoor Tom en Arno niet konden volgen. Ze struikelden en vielen allebei op de grond. Ondertussen was de vrouw ook langsgekomen. Ze knevelde de twee kinderen. Een prop in de mond, een doek rond, handen op de rug en voeten vastgebonden. En die avond werden ze in de grote slangenkaravan gestoken. Het stonk er naar rotte ratten. Oh, ik denk dat die slang ratten krijgt. Het stonk er verschrikkelijk.
Liesje, die niet was meegegaan, wist van niks. Tot om 10 uur de bel ging. Liesje lag lang in haar bed. Het was de koningin die kwam vragen of dat toevallig wist waar Tom en Arno waren. Liesje wist niks. Oh nee. Sinds vanmiddag heb ik ze niet meer gezien. Toen dacht Liesje aan iets. Als ze iets zijn gaan doen, dan is het wel in de richting van het circus. En dus 3 minuten nadat de koningin weg was, kleedde ze zich snel aan, ontsnapte door de achterdeur naar de fietsenstalling, nam haar fiets en fietste in de richting van het circus. Op 100 meter van het circus zette ze haar fiets vast aan een boom. Ze sloop dichterbij. Daar, daar, ik wist het wel. Ze zag de 2 fietsen van de jongen staan, verborgen achter een struiken. Ze moeten hier ergens zijn, dacht Liesje, maar het is heel erg verdacht. Ze zag de 2 caravans en 1 van de 2 had nog licht. Een beetje verder stonden de schapen en de geiten. En daarachter een grote, rode slangencaravan. Liesje ging eerst kijken naar de caravan waar de licht brandde. Een vrouw sprak over: die kinderen moeten weg. Ze moeten verdwijnen. Ze hebben te veel gehoord. En toen wist Liesje wat er was gebeurd. Ze hebben Tom en Arno gevangen genomen. Dat kan niet anders. Tom en Arno zullen naar hier gekomen zijn. Die hebben iets gehoord en... Ze keek naar de schapen en de geiten. En daarachter de rode caravan. Zachtjes sloop ze. Zachtjes sloop ze naar de caravan. Tom. Arno. Tom. Arno. Ze tikte met haar nagel op de caravandeur. Ja? Liesje herkende onmiddellijk de Tom zijn stem. Ze probeerde de deur open te doen, maar die zat duidelijk op slot. Ze trok en trok en trok en toen ging er een alarm af. Ze hoorde het alarm. Wie? Liesje hoorde het alarm, sprong achteruit en vluchtte weg. Uit de caravan kwamen er 2 mensen aangelopen. Een man die snel liep en een vrouw met een stok. Wat is hier aan de hand? Iemand wil mijn slang stelen, riep de man. Hij kwam snel controleren of Tom en Arno er nog in zaten. Blijf stilzitten, of het zal jullie laatste caravan zijn, zei de man. Duidelijk dreigend, Liesje zag wat er gebeurde. De man ging terug en riep zijn vrouw dat ze moest terugkomen. De vrouw draaide zich om en stapte terug. Op dat moment sprong Liesje vooruit. Achter haar in de bosjes bewoog er iets. En met heel het verhaal van de slangen schrok ze zo hard dat ze gewoon moest springen. Het was sterker dan zichzelf. Ze sprong en viel voorover. Au! De man zag haar. En ze zag de man dichterbij komen. Ze keek rond, haar been bloedde. Ze had zich gestoten aan een scherpe steen. Hinkend probeerde ze weg te gaan. Sneller, ze liep en de man kwam achteraan. De vrouw riep: wat is er? Wat is de lawaai? Zwijg, ga naar binnen, zei de man, terwijl hij achteraan liep. Tom en Arno hadden in de verte iets gehoord in de caravan. We moeten eruit, nu! Liesje is in gevaar!
Met twee strapte ze zo hard ze kon tegen de deur. Het gebonk maakte zoveel lawaai dat de man zich omdraaide en naar de caravan liep. Laat dat meisje maar lopen, dacht hij. Straks zijn die twee nog ontsnapt, dan ben ik helemaal de pineut. Dat was juist. Hij kwam aan, controleerde de deur en waarschuwde de jongens. Als ze nog één keer durfden ontsnappen, zetten ze een slang in de slangencaravan. Niemand wist of ze echt of de man aan het liegen was of gewoon maar blufte. Maar de jongens zwegen onmiddellijk. Liesje kon ontkomen. Met een grote boog liep ze naar haar fiets en ging ze naar huis. De man zei dat ze nu snel moesten maken dat ze wegkwamen. Ze hadden niet veel tijd niet meer. De vrouw moest thuis blijven en de man nam zijn jeep en reed met de haak naar achteren in de richting van de jeep, van de caravan. Hij wilde met de caravan ontsnappen. Hoe het verder afloopt, horen we een volgende keer. Joren. Het noemt de slangendinges. Slangenbezweerster. Waarom is er dan nooit iets over die? Wacht, maar... Het is alleen maar over Tom en Arno die gevangen zijn. Ja. Joren, de rest is voor morgen. Ga je afsluiten? Bedankt om te luisteren naar het saaie verhaal. Groot applaus. Voor klein applaus voor de verteller. Goed applaus voor mij en de medewerkers.